het klas. Hi, hallo. Dat is de coördinatrice van de dag. Hi, hallo. Dag, hi. Hi. Dag. We zijn aan het kruisten. Dag, sorry. Wat heet hem? Welkom, Ark Jaksje. Even goeiedag zeggen. Hi, hallo. Dag, hallo. Hi, hallo. Hi, hallo. Kunnen we ons vertellen een beetje wat is wat hier? Ik doe de coördinatie van taalwinkel. En dan probeer ik althans alle samenwerkende organisaties goed te laten samenwerken. Dat doe ik met Willem van Helm, die zit hier maandag, dinsdag, woensdag. Lida, woensdag, middag, donderdag, vrijdag. Aansiman, dat is een stagiaire. Arif is een dienst van stimulans. En die moet verwerven van voorlichting en intake. Corrie van het Klooster, jij bent tegenwoordig van de taalwinkel Noord. Dat klopt. Ik wil even graag weten wat het inhoudt, maar eerst werkte je daar, hè? Eerst werkte ik inderdaad bij Welzijn Noord en daar ben ik vanwege de bezuinigingen heb ik mijn ontslag gekregen. Dat is toegekend door het CWI. Maar omdat ik altijd al de samenwerking vanuit het volwassenwerk met educatie deed, ben ik gevraagd als coördinator van de taalwinkel Noord. Dus nu ben ik in dienst van Stichting Stimulans. In een winkel kan je iets kopen. Wat kan je in jullie winkel kopen? Je krijgt bij ons gratis Nederlandse les op allerlei verschillende niveaus en aangepast op de wensen van de deelnemers, zeg maar. Dus mensen die... Dat is niet in die drie kantoortjes die hierboven? Niet in drie kantoortjes die hierboven zitten. Daar wordt zeg maar wel de intakegesprekken gevoerd, de toetsen gedaan, gesproken met mensen, hele uitgebreide gesprekken. Mm-hmm. Zodat je inderdaad goed kan inschatten van wat zijn iemands mensen, wat zijn iemands mogelijkheden. Mm-hmm. En van daaruit zetten we dan een traject uit in samenwerking met de deelnemers. Ja, wat mij opvalt is dat we voor veel buitenlandse mensen die taallessen willen volgen, die weten ongeveer absoluut niet waar ze moeten aankloppen. Hè. Het ligt een beetje aan welk niveau. En een heleboel mensen gaan dan gewoon zomaar een cursus doen en vallen dan af na een paar keer. Ja. Maar het is gewoon, en jullie gaan die mensen meteen op het goede pad helpen? Meteen op het goede traject zetten. Dan komt ook een cliëntvolgsysteem. Dat betekent dat we alle mensen blijven volgen. En de bedoeling is ook inderdaad om die trajecten aan te bieden, waardoor het afvalpercentage van de deelnemers veel lager wordt als dat tot nu toe het geval is bij de verschillende organisaties. Ja, zo heeft hij genoeg. Volgens mij ben jij dan toch nog goed terechtgekomen. Ik ben inderdaad heel goed terechtgekomen. Daar ben ik ook ontzettend blij mee, ja. Het is jammer genoeg geldt dat niet voor iedereen, hè? Want morgen of zo, of per 1 oktober, staan er echt veel mensen op straat. Waaronder een flink aantal buurtmoeders, hè? Ja, dat klopt. Dat is nog steeds correct. De meeste mensen zijn, voor bijna alle mensen is de ontslagvergunning toegekend. Nou, ik blijf dat, en dat heb ik toen gezegd, en dat zeg ik nou weer, een meest vreselijke zaak. Ik vind het ontzettend triest. Want al de buurtmoeders gaan weg, maar er waren ook in het volwassenwerk, het ouderwerk bij de buurtmoeders, waren meer dan 80 vrijwilligers. En die zijn dus nu allemaal de activiteiten en die werkzaamheden, die vervallen gewoon allemaal. En het blijft heel triest, want ondanks dat ik natuurlijk bij de taalwinkel nou een hele leuke positie heb en ontzettend leuk werk kan doen, word je nog steeds geconfronteerd met al die mensen die wel de ontslag hebben gehad. Nou, het was misschien leuker geweest als de prinses zich daarvoor had ingezet. Dat zou zeker heel erg leuk geweest zijn, maar misschien gebeurt het nog de aanleiding van dit interview. Okay. Nou, hey, dankjewel, veel succes. En wij komen een keer kijken als het echt geopend is, op 5 oktober zo. 5 oktober, op 5 oktober hebben we om 11 uur 's ochtends de officiële opening. Maar je bent vanaf 10 uur welkom en dan presenteren alle organisaties zich. Okay. Hey, dankjewel, succes. Dus aan de stand van verschillende taalsprekers hier zijn. Ja. Wat wil zij zelf? En kunt u haar informeren hoe gebeurt dat? Wat bijvoorbeeld in deze geval? Ik zal natuurlijk even terug. Hollandse öğrenmekçin geldiniz. Sivri musunuz Hollandse öğrendiğinizde falan? Ja, tuurlijk. Ja? Ik vind jullie Maxima in je straat. Dus niet aan. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Ja. Hartstikke leuk, toch? Ja. En jij niet, hè? Jij niet, hè? Jij vindt het... Nou ja, moet ze zelf weten, joh. Ieder voor zich, denk ik. Okay. Ja, toch? Ja, bedankt. Maxima! Hallo, heel dag Maxima. Fijn verhaal. Zo, ze is al weg, bellen!
Zo, dat is leuk, hè? Leuke taak, hè?